Codius? Ja, dat ben ik. Hoi, Codius. Hallo. Ik wil graag dit huis huren. Ja, dat mag. Dat kan. Natuurlijk kan dat. Oké, okay. Huur, hoeveel kosten? Nou, ik denk toch rond de 50 euro. 50 euro. Oké, deal. Ja. Nou, mooi. Nou, tot ziens dan. Lekker. Kylius en Claudia leerden elkaar kennen op een feest. Stiekem hadden ze een relatie, maar nu begint er toch wat spanning te ontstaan. Ja, ik vind het gewoon niet kunnen. Vieze stuiver, hoer. Wat zeg jij nou? De stuiver, ah! Ah! Hey Claudius, jij vuurt toch een huis aan die Kylius? Ja, volgens mij wel. Jezus, wat een lul is dat zeg. Ja, ik vind hem ook heel vervelend. Ja. Ik vind echt dat we, daar moeten we echt iets op verzinnen. Ja, vind ik ook. Heb je gehoord over die moord op die filosoof Dio? Ja, daar had ik wel eens over gezien. Misschien ja. Kunnen we hem daarvoor aanklagen ofzo. Dat is een hele goeie, laten we dat doen. Doe meteen een geweldpleging erbij. Ja, dat, extra. Ja. Top. Oké. Okay. Kylius en Claudia zitten nu in de rechtbank. Kylius is nogal boos op Claudia en op Atratinus. Ja, jij Claudia, jij bent gewoon een vieze stuiver, hoor. En die Atratinus van jou, die heeft daar zijn speech helemaal niet zelf geschreven. Hey, gasten. Hey, Cicero. Hoe gaat die man? Ja, gaat wel. Lekker bezig. Ah, maar een lastige zaak. Zo, wordt een zeer lastige zaak. Ja. Hard gaan werken. Hoe gaan we hebben? Hoe gaat ie? Nou goed. Nice. Dat is dom man. Wow. Ja, dit is schelden. Had je niet meer te doen. Niet slim. Sorry. Het wordt echt lastig. Gewoon emoties. Ja, dat snap ik. Kylius en Cicero zitten samen in de rechtbank. Cicero staat net op het punt om zijn pleidooi te vertellen. Dat Kylius hier daarbij was bij de samenzwering tegen Catalina, slaat nergens op. Hij was op dit moment niet eens hier in de buurt. Hij was op vakantie in Griekenland. En dat hij goud zou hebben geleend van Claudia, slaat ook nergens op. Het is een barmhartige jongen. Hij hoefde helemaal niks van geld, daar had hij niks aan. En dat hij haar vergiftig heeft? Hij weet niet eens waar hij gif zou moeten halen. Ik ook niet, maar hij al helemaal niet. Beste juryleden, deze vrouw houdt nogal van een losbandig leven, heeft ze net zelf toegegeven. Ik citeer, ze houdt van luidkeels, ze houdt luidkeels van liederlijkheden, amorettes, echtbreuken, reisjes naar Baiae, strandfeesten, banketten, drinkgelagen, gezang, muziek en boottochtjes. Ik denk dat je een vrouw die nogal houdt van echtbreuken niet serieus kan nemen in een aanklacht. Zij moet ofwel verklaren dat dit allemaal niet waar is, dat dit niet gebeurd is, ofwel we moeten deze aanklacht zien als volstrekt ongeloofwaardig. Claudia, als jouw jongere broertje hier zou zijn, die zoveel van je hield vroeger, en die altijd als hij bang was, bij jou kwam liggen in bed. Als die hier was, dan zou hij, naar mij lijkt het, het volgende zeggen. Lieve zus, wat raaskal je? Waarom maak je van een mug een olifant? Jouw oog is gevallen op deze jonge, knappe man vanwege zijn gelaatstrekken en zijn ogen. En nu wil je, terwijl hij niks meer van je wil weten, blijf je aan zijn kop zeuren. Laat hem eens met rust. Je hebt een huis aan een rivier waar zoveel mooie mannen langskomen. En toch wil je per se deze jongen lastig vallen. Laat hem eens met rust.